van het gezelschap zou je zo mogen denken. Johan van der Velde, goed in vorm. En die demareert, rechts van de weg. Raas laat het gat vallen, Van Houwelingen kijkt naar Raas, De Rooij zit een beetje moeilijk. De Rooij kijkt naar Van Houwelingen, wat doe jij? En Schippen doet, zoals ook zo vaak, niets. En dan gaat Van der Velde weg. De Rooij blijft op zo'n metertje of 20 aan het elastiek hangen. Van Houwelingen trapt niet echt door en Raas is er alles aan gelegen om Van der Velde te laten gaan. Een ploegmaat mag natuurlijk ook hier winnen in Geulen. En dan rijdt Van der Velde heel erg sterk door. Jonge vent, 24 jaar, die de Dauphiné Libéré heeft gewonnen. En dat is natuurlijk een ereplaats die er zijn mag. Johan van der Velde, nu alleen weg, 4 man achter hem. En kunnen 3 van die 4 hun krachten nog samenbundelen om raaspartij te geven en om het gat dicht te rijden. Kijk, Theo de Rooij doet het meeste werk. Zeer veel respect voor het rijden van deze jonge Nederlander. Van Houwelingen, Schipper en Raas uiteraard in het laatste wiel. En dan zal toch weer duidelijk worden dat de sterke ploeg van Post zegeviert in dit kampioenschap. Het kan bijna niet anders. 2 jaar achter elkaar, Lubberding eigenlijk met speelsgemak en dan nu Van der Velde op vlucht. En een vlucht die gedekt wordt, nog wel door de wereldkampioen. Schipper op kop, Raas, De Rooij, Van Houwelingen. En dan al wordt het duidelijk dat, omdat men hier toch het gemak wat meer hanteert, dat Johan van der Velde met nog 2 ronden te koersen Nederlands kampioen gaat worden. En dat mag met de Tour van donderdag beginnend, mag een geweldige ruggensteun heten voor deze coureur uit het Brabantse die ook in het gebergte aardig mee kan. Die weliswaar zegt dat hij in dienst van Joop Zoetemelk rijdt, maar die dat heel erg sterk doet. En misschien best nog wel eens alleen weg kan gaan. Herinner slechts aan de Dauphiné Libéré. Dit is die klim. En dat is, als je die zo'n dikke 20 keer op moet, is dat bepaald geen pretje. De nieuwe Nederlandse kampioen, 1980 in Geulen, wordt Johan van der Velde. Verdiend, krachtig, goed. En dan...